Een hele, hele goede morgen, lieve vrienden. Ja, het is donker. Ik zal even de lamp aan doen. Zo, of dat helpt, weet ik niet. Het is vandaag. Wat voor dag is het vandaag? Dinsdag, ja. Het is de 22e januari. Carmen die is boven aan het werk. Hier beneden moest er alleen nog maar gezogen en gedweild worden. Dat heeft ze al gedaan. Maar, ja hoor, het is zover. Ga terug, kan af. Je loopt me in de weg weg. Ga, oh, nou ja, jij je zin. Doe dan. Ja, dat wil je niet. Oeh. Kijk, ik zal jullie wat laten zien. Sneeuw. Ja. Sneeuw, sneeuw, sneeuw. Waar sneeuwt het nog meer? Nou ja, hier dus sowieso. Maar waar sneeuwt het verder in het land? Ik weet het niet. Maar ik moet er doorheen. Op de scootmobiel. Ja. Niet leuk. Als het zo doorgaat, dan bel ik een taxi. Ja. Want anders weet ik het niet. Want ik vind het maar eng met sneeuw. Ja. Ik vind dat niet zo prettig. Om met sneeuw te moeten rijden. Maar ja, wie ben ik? Het is wel mooi hoor. Daar niet van. Ik vind het altijd een schitterend gezicht. Jaha. Jaha, moet je met je snot koken ervoor? Gekkie. Ja, het is wel een mooi gezicht. Dat wel. Maar ja, weet je. Ik ben bang om te vallen, uit te glijden. En dat komt omdat ik zwaar rugpatiënt ben. Ben ik vanaf mijn geboorte. Ik heb bij mijn geboorte meegekregen. Een dubbele scoliose, hoe zeg je dat? Nou ja, ouderwetse benaming, een ruggengraatvergroeiing en dan de letter S. Ja, dat, ja, dan ben je bang om te vallen. Als kind zijn, vond het ook zo mooi, maar ik vond het ook zo eng. Ja. Ik vond het altijd niet zo echt leuk. Ik zat liever binnen, op de bank. Naar te kijken en naar die sneeuwvlokjes die beneden kwamen te warrelen. Dat was dan eerst grijs en dan werd het wit op de grond en dat vond ik ook al zo vreemd. Maar ja, wat doe je eraan? Maar oké, Ewen die zit hier lekker in. Jij meisje. Ja. Hoe goed je toch? Ja, die zal ik zo meteen ook weer eten geven. Maar dan moet eerst Kandalf hier wegwezen, want anders kunnen zij niet rustig eten. Nee. Dus dat doen we straks wel even. Als Carmen boven klaar is, dan zal ik meneertje Jodokus wel eventjes aan de andere kant zetten. En dan komt het vast wel goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, ik moet mijn oorbel aan doen. Ik zie het naampotje. Ah! Oké, maar ja, komt goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. En maak er wat van. En wees voorzichtig als je met het verkeer gaat deelnemen. Want vooral met die sneeuw, het is ook zo gevaarlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Doei, doei. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben al enige tijd weer thuis. Chrissy heeft lekker even op Frodo gepast. En die heeft mijn pad eventjes sneeuwvrij gemaakt. Dat ik kan tenminste weer fatsoenlijk lopen. Het is nou ook droog. Maar als je mijn hoofd voelt en naar de lucht kijkt, dan komt er nog veel meer sneeuw. En Frodo'tje is lekker lief. Die is heel lief. Die is zo lief. Hé, ja nou. Zo lief, zo'n brave jongen. Ja. En Ewen die is lief. Die zit lekker zitten te smullen, die krijgt zo meteen weer lekker, hè? Ja. Ze is zo magertjes, hè? Ze is zo magertjes. Maar oké. Okay. Ja, dat het heeft knap aan het sneeuwen geweest. Ja, kijk maar eens. Helemaal wit, 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 wit. Maar ja, dat zal bij jullie ook zo wel wezen. Maar het sneeuwt hier niet zo vaak en het wordt donker. Het is buiten lichter door de sneeuw dan dat het binnen is. Even lichtjes aantoveren, toch? Die aan.
Dian. En dan doen we Dian. En dan is alles aan. Ook de pergola buiten is aan. Eventjes zo hangen. Zo. Nou, ik ben dus bij Linda geweest voor mijn COPD. Ik heb niet hoeven te puffen. Nee, dat moet over een half jaar. Maar ze gaat me wel helemaal alles nakijken. Ik moet jongen. Even lichtje erop schijnen. Woensdag de 30ste, 11 uur, moet ik er nog te komen en dan moet ik bloed prikken en urine inleveren. Ja. En dan word ik met mijn bloed overal op gecontroleerd. Ja, op alles. Dus we zullen het beleven. Nou, en morgen moet ik naar de huisarts voor wat anders kijken wat daaruit komt. En dan merken we het wel. En ook dat krijgen jullie wat te horen. Want ik voel namelijk dat ik overspannen ben. Dat is dus niet zeker, want ik ben geen dokter. Maar ik voelde het wel. Dus, maar het is afwachten wat de huisarts gaat zeggen. En vanmorgen heb ik dus ook al een taxi besteld. En dat komt allemaal goed. Want met dit weer ga ik echt niet op de booster er doorheen. Want de fietspaden waren niet gedaan, nee. En de wegen, dat wordt door de auto's al gedaan. Maar ik heb geen strooier, niks gezien, nee. Nou, dat vind ik een beetje absurd. Normaal wordt er een strooier ingezet, maar nee hoor, niks. Maar oké, lieve vrienden, ik ga even nog wat voor mezelf doen hier aan deze kant. Ik ben moe. Ik ga even lekker rustig aandoen, even lekker niks. Ja, neem nog een bakje koffie erbij en dan zien we het wel weer. Zeggen, tot later. Doei, doei. Een hele goede morgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer woensdag de 23e januari. 2019 en het is 14 minuten over 10. Ik wens jullie weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Er wordt niet veel gevlogd, denk ik nog. Nee, want ik ben nog lang niet toe in staat. Maar doet er niet toe. Kom jij ook binnen? Kom jij ook binnen? Goed zo. Kom maar. Kaf af. Goed zo. He, goed zo, man. Koud hè buiten. Ja. Op, zullen we die daar weer even in zetten? Nee, want hoe heet het? Ik moet straks komt mijn persoonlijke begeleider weer, die man, Jack. Vanmiddag moet ik naar de huisarts. Ik weet dat mijn hoofd niet hoe laat. Nou ja, ik rij langs mijn tas, daar zit het in. Okay. Eventjes neerzetten. Lukt dat? Ja, dat lukt. Even naar mijn tas. Die had ook verkeerd. Die kant geloof ik. Ik denk dat die waar zit. Nee, daar zit het niet. Deze kant hebben. Deze. En dan moet ik even zien. Dat was gisteren. Nee, het is woensdag. Ja, het is woensdag. Om 3:10 moet er zijn vanmiddag. Neem weer een taxi, wat eigenlijk nou ja niet meer hoeft. Maar ik heb hem al besteld en wel zo gemakkelijk. Want mijn booster moet toch eerst gemaakt worden. Ja, ik heb er wel mee rijden hoor, daar niet van. Maar ik heb kortsluiting erin bij mijn licht. Doe ik mijn licht aan. Valt wat. Oh ja, dat ding. Zijn melkkar valt. Maar hoe heet het? Wat wil ik nu zeggen? Oh ja, ik heb kortsluiting in mijn booster zitten bij het licht. Wil ik mijn lamp aandoen, de voorlamp. Die gaat niet aan. Nee. Gaat mijn zijlampje aan van mijn knipperlicht.
En dan blijft hij gewoon continu branden. Hoort niet. En knipperen, moet ik hem gebruiken als knipperlicht? Doet hij dan niet? Nee. Dus ja, en mijn leuningen, mijn armleuningen, die deugen niet meer. Die willen bijna niet omhoog en naar beneden. Dat zit allemaal vastgeroest. Nou, ze bekijken het maar. Ja, toch? Maar oké, ze weten ervan en ze moeten... Ik ga straks bellen waar ze blijven, want het duurt maar te lang. Ja, het is alweer, geloof ik, anderhalve week geleden dat ik gebeld heb. Ja, ik moet even het geluid betoveren. Want dat blijft lekker brommen. En dan als ik dan het geluid even naar voren haal en dan klik er een paar keer op, dan is dat gebrom over. Dus dat is een klein handelingetje, ja. Dat, ik ga nou lekker een bakje koffie maken. In afwachting, nou ja, die komt pas om een uur of elf. Ik ga ook nog even een broodje eten. En dan gaat de buurman lopend met de fiets in de hand. Die durft niet te fietsen. Ja, dan moet hij ook de fiets niet meenemen. Ja, ja, je hebt natuurlijk, als je ver weg moet, zijn natuurlijk straten en fietspaden die al schoon zijn. Maar het is hier niet schoon. Niet overal, laat ik het zo zeggen. Ik zal het jullie wel even laten zien. Zo. Kijk, en ja, dan is het glibber, de glibber, de glibber. En we hebben van die gekke verkeersbulten hier al. Dat verkeer niet zo hard jakkert. Nou, dan geeft het verkeer helemaal twee keer niks om als het schoon is. Want het verkeer aangaat, zou er eigenlijk altijd een beetje, kijk, glad moeten wezen. Maar ja, dat is het niet. Niet altijd, helaas, pindakaars. Maar ik vind het toch een mooi gezicht. Maar we krijgen meer sneeuw, hè. Eerst weer een dooiaanval en dan weer vorst en sneeuw, etc. Tenminste, dat zegt Pietje Paulus maar. En als Pietje het zegt, dan is het 9 van de 10 keer is dat goed. Ja. Die zit er nooit niet ver naast. En waar het vandaan komt, ja, de ene zegt uit Amerika en die zegt weer daar vandaan. Ik weet het niet, het zal mijn worst wezen. Het mag voor mij ook wegblijven. Ja, ik heb liever zonneschijn en wat meer hogere temperaturen. Ja. Maar oké, doet er niet toe. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag verder. En tot later. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer eventjes. De begeleider van mij, die heeft de lichtslang weer uit de vlaggenmast gehaald. En dat andere ding die lichtjes op mijn gevel van mijn huis weergaf, heeft hij weggehaald. Dat hek hier allemaal al leggen. Dat moet nog even naar boven. Enkel, ja, je krijgt nooit weer die slang in dat doosje waar die uitkomt. Hè? Dat gaat nooit niet een keer. Tenminste, krijg ik niet gedaan. Nou, en dit is die laser geval. Dat ding. Ik ken er wel in. Nou ja, dat ken naar boven toe. Komt vandaag of morgen wel. Wanneer mijn lichaam dat wil. Momenteel wil het even niet. Ik moet even rustig aan doen. Ik heb even een beetje te veel gedaan. Deze... kerstverlichting die hier hangt, zo, daar naartoe, die gaat wel weg, maar ook weer niet. Ik haal hem even weg en dan wil ik de stekker, komt, even zien, ik heb hier zo'n apparaatje, die komt daar erbij in, ik heb er twee erbij in en dan die andere eronder. Dan werkt het op de afstandsbediening. En dan maak ik hem beter vast, een beetje mooier, een beetje fraaier. Want het, ik heb hier ook nog verlichting. Dat moet, dat gaat de batterijen. Nou, dat wil ik weer eventjes goed doen. Dat is nou niet goed helemaal, dus dat komt nog wel. Wanneer mijn lichaam daar weer aan toe is. Ja, wanneer ik het weer even aan kan. Eventjes time out. Ja, nou, vanmiddag naar de dokter, 3:10. Moet daar zijn, dus ik hoop dat de taxi wel op tijd is. En ik moet nog naar hoe heet dat nou? Ja, ik vergeet het op tijd.
Voor mijn booster moet ik nog bellen, omdat mijn licht het niet doet en de leuningen, mijn armleuningen, die moeten vernield worden of geolied worden of weet ik veel wat. Dat ze weer omhoog kunnen en alles. Tenminste, ze kennen wel omhoog. Dit kan wel, maar ik kan hem niet stellen zoals ik hem wil hebben. Die wieltjes die zijn helemaal vastgeroest. Nou, ik heb hun ervoor. Bekijk het maar. Ik zal misschien ook wel, maar ik heb hun ervoor. Maar ik zal ze weer even bellen waar ze blijven. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik heb gehoord, het is heel erg koud. Ik ben nog niet, ja, ik ben wel buiten geweest, maar dat was niet heel. Heel eventjes om het hoekje, meer niet. Dus ja, ik zou zeggen, geniet er nog van en ik zie jullie straks wel weer. Doei doei. En een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, ik ben net weer thuis vanaf de huisarts. Ik heb een aantal briefjes meegekregen. Ik moet wel eerst mijn tas open zien te krijgen met één hand. En dan moet ik mijn briefjes zien te vinden. Dan mag ik aanstaande vrijdag Astrid er ook nog voor proberen te bereiken. Vrijdag om 12 uur moet ik er weer wezen. Dan krijg ik krachttraining voor mijn benen. Ja. Dus ik mag fietsen, weet ik veel wat. En ik mag gaan praten met iemand die ervoor geleerd heeft. Met een zekere Jan ook. Om, nou ja, mijn emotionele buien. Hè. Ik ben momenteel echt kapot. Verdrietig. Ik kan het allemaal niet meer verwerken. Vanwege mijn mannetje, vanwege mijn schoonmoeder, vorig jaar mijn schoonvader, mijn neef en Arwen in één week tijd. Dus ja, ik weet het allemaal even niet meer. Dus ik heb ook geen rouwverwerking gehad. Ik ben niet begeleid, niks. Ik heb het gewoon zelf gedaan. Van, bekijk het maar, het hoeft niet, maar het moet wel. Ik raad iedereen het aan om het toch wel te doen en het niet in je uppie te doen. Nee, want zie je maar waar je belandt. Net zoals ik. En Frodo is een beetje gek aan het doen. Hè, Frodootje? Frodo. Mijn hoefke. Ben je een beetje aan het dollen? Hè, ben je een beetje aan het dollen? Maffie. Oh, nog één. Oh ja, is het zo? En daar zit onze prinsesje. Die krijgt zo weer even bijvoer, hè? Mag weer eten. En jij, moet jij naar buiten, man, of niet? Hé. Hey. Ja, moet jij naar buiten? Moet je naar buiten? Mag wel. Hé? Hey? Ja hoor, doe maar. Doei. Zo, nee, het is totaal niet warm. Nee, het is koud. Ik vind het toch, nee. Niks aan. Maar oké, okay, lieve vrienden, ik ga genieten van mijn koffie. Jullie hebben het gezien dat ik dat net heb ingeschonken. Dus ja, ik ga nou daarvan genieten. Ze zeggen tot later.